allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Is dit jouw eerste keer hier? Welkom, mijn naam is Lakeisha. Vergeet vooral niet even te abonneren en natuurlijk wat duimpjes omhoog te doen. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, jongens, vandaag ga ik echt een super leuk pakketje unboxen. Ik heb namelijk contactlenzen van Just for Kira ontvangen. Dit zijn prescription lenses, dus het is met sterkte. En ik heb toevallig zelf ook een bril thuis en buiten draag ik lenzen. Dus ik was super excited toen zij mij dit berichtje stuurde. Ik heb ook een super leuke kortingscode voor jullie. Die zal ik hier ergens laten oppoppen, want die weet ik op het moment nog niet. Maar ben je benieuwd welke lens ik heb ontvangen van Just for Kira? Blijf dan zeker kijken. Oké, jongens, Just for Kira is dus een lenzenbedrijf en ze hebben dus gekleurde lenzen op sterkte. Dus ik heb een pakketje van hen mogen ontvangen. Het pakketje ziet er gewoon zo uit. Mat zwarte doos. En aan de voorkant staat aan de buitenkant in your eyes. Beautiful, comfortable en breathable. Nou, als ik het pakketje open, dan staat er in de doos gewoon Just for Kira. Er staat natuurlijk een instructieformuliertje bij. Heb ik niet nodig omdat ik al jarenlang lenzen draag. Maar ik heb dus 4 paren gehad in verschillende kleuren. Ik heb de kleur Crystal Brown. Ik heb de kleur Naila Brown. Ik heb de kleur Alpha Green. En ik heb de kleur Naila Green. En ik ga ze allemaal voor jullie testen. Ik ga ze allemaal indoen en kijken hoe de kleuren mij staan. Dus ik ga gewoon beginnen met Crystal Brown. Ik denk dat die het meeste gaat matchen met mijn eigen oogkleur. Dit is trouwens hoe de verpakkingen eruit zien. Super schattig. Het is een soort van iridescent mermaid kleur. Ze worden trouwens per lens verpakt. Dus één doosje bevat 1 lens. Dus je hebt altijd 2 doosjes nodig voor een hele paar. Dit is hoe de actual lens eruit ziet. Ook roze, super cute. Nou, voor degenen die nooit contactlens hebben gedragen, zal ik even het gebruiksaanwijzing doorlezen. Gently hold your upper eyelid with one finger so you don't blink or get your lashes in the way. And carefully pull down your lower eyelid with your other fingers. Focus on a steady point with your other eye. De lens moet dus niet gebol zijn, maar het moet hol zijn. En de rest spreekt eigenlijk voor zich. Dan doe je de lens in je oog. Nou, ik ga dus gewoon beginnen met Crystal Brown. Nou, ik heb de lens hier in mijn hand. Ik ga even mijn telefoon gebruiken als spiegel. En ik heb dus gehoord dat kleurlenzen veel dikker zijn dan normale lenzen. Dus je moet echt even wennen en echt even kijken of hij echt op zijn plek zit. Want als ik mijn ogen nu dicht doe, dan beweegt hij alsnog. Oké, de eerste lens zit erin en dit is Crystal Brown. Ik had best wel struggles trouwens met het inbrengen, omdat het dus echt veel dikker is dan een echte lens. Of dan een normale lens in ieder geval. En ik voel nog steeds dat hij aan het bewegen is in mijn oog. Dus ik heb geen idee of dat nog gaat stoppen. Maar we gaan gewoon door naar de volgende lens. Ik ga mijn telefoon weer gebruiken als spiegel. Ja, dit is niet oké. Zagen jullie dat? Ik denk niet dat dit de bedoeling is. Deze is al goed aan het aanpassen. Die zit al zo goed als vast, maar ik weet niet wat hier gebeurt. Oké, ik heb even wat geknipperd met mijn ogen en nu zitten ze wel op zijn plek. Het was echt een struggle om in te brengen, maar het zit erin en het is echt een super mooie kleur. Zoals ik al zei is dit Crystal Brown en dit ziet er niet al te nep uit, omdat het dus al een bruine kleur is. Zelf heb ik natuurlijk ook bruine ogen. Maar ik ben heel benieuwd wat er straks gaat gebeuren met de groene ogen. Want dat gaat echt een heel ander effect geven. Maar ze zitten fijn op dit moment. Ik heb er nog geen last van. Dat was Crystal Brown. Het pakketje kwam ook met 4 van deze hoesjes.
zodat je de lenzen veilig en beschermd kan bewaren. Daar zit trouwens ook een applicator bij, maar die applicators gebruik ik nooit. Ik vind dat super eng om te gebruiken in mijn oog. Maar dat is in ieder geval zo'n pincetje. Hiermee hoor je de lens eruit te halen. En dit is al helemaal eng. Dit is een zuignap en daarmee hoor je het uit te zuigen. Nou, ik gebruik die dingen echt niet. Daar ben ik super bang voor. Hoe ik ze eruit haal is gewoon... voilà. Niet lastig doen. En dan doe je hier wat lenzenvloeistof in en dan kan je het veilig bewaren. Oké, guys. Dan gaan we over naar Naila Brown. En ik ben heel benieuwd wat het verschil in de bruintinten gaat zijn. Want net had ik natuurlijk Crystal Brown en dat was ook gewoon een bruine kleur. En dan is dit Naila Brown. En ik ben heel benieuwd hoe deze dan... Oh ja, hij is iets grijzer. Hij is iets grijzer en hij heeft een soort van blauwe cirkel eromheen. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze gaat staan. Ik ga mijn spiegeltje weer gebruiken, mijn telefoon. En dan ga ik deze kijken. Mijn eigen ogen die zijn super saai. Dus dat gaan we even opspijzen. Oké, ik heb Naila Brown even off-camera bij de lens aangebracht. Omdat ik bij de eerste lens natuurlijk al heb laten zien hoe ik het inbreng. Dus ik denk dat dat niet meer zo belangrijk is. Maar ik weet niet wat ik van deze kleur vind. You tell me. Ik zie eruit als een of andere zombie of zo. Ik weet het niet, alsof ik bezeten ben. Ik zal jullie even inzoomen. Ja, nou, ik weet het niet hoor. Maar in ieder geval, dit is dus Naila Brown. Oké, dan heb ik nu Alpha Green in. Staat mij persoonlijk ook totaal niet. Maar als je van groene ogen houdt en je hebt van jezelf al een beetje groene ogen, zou ik deze zeker aanraden. Het is namelijk een super mooie, ja, naturel zou ik niet zeggen, maar het is niet heel over de top. Maar bij mij staat die gewoon niet, omdat ja, ik heb gewoon een donkere huidskleur en dit ziet er gewoon heel onnatuurlijk uit bij mij. Ik vind het ook een beetje een vampier look hebben. En wat ik wel moet zeggen is dat de groene, tenminste deze Alpha Green, veel makkelijker inging dan de twee bruine die ik zojuist heb geprobeerd. Ik heb geen idee waardoor dat komt, maar dat vind ik wel jammer, want die bruine ga ik wel echt gebruiken. Maar ja, dit ga ik natuurlijk nergens, misschien voor Halloween, maar verder ga ik dit gewoon nergens gebruiken. Dus dan gaan we over naar de laatste kleur en dat is Naila Green. Oké, dan heb ik nu het laatste setje in en dat is Naila Green. Ik heb het gevoel dat Naila wat natuurlijker is dan Alpha. Want hier kan ik dan wel weer mee wegkomen, maar met Alpha was het echt... Nee, dat was echt heel overdreven onnatuurlijk. Maar dit is echt een super mooie groene kleur. Ging ook best wel lastig in, dus ik heb geen idee hoe dat komt. Maar Alpha Green ging tot nu toe het beste in mijn oog en het makkelijkst. Maar de kleur is echt heel mooi. Dus ja, dan waren dat alle kleuren die ik heb mogen ontvangen van Just for Kira. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vonden jullie hem leuk? Geef dan zeker wat duimpjes omhoog. Abonneer op dit kanaal. Laat me vooral even weten welke kleur jouw favorite was. En vergeet niet mijn kortingscode te gebruiken mocht je het willen proberen. En dan zie ik jullie heel graag terug in mijn volgende video. Doeg!